In de Fasem in Nijmegen kwamen vandaag 100 bedrijven bij elkaar om leerlingen van het VMBO te enthousiasmeren over hun werkgebied. Meer dan 300 leerlingen van verschillende middelbare scholen in Nijmegen kwamen langs om inspiratie op te doen voor hun vervolgopleiding. Jochem van Gelder en wethouder Greet Visser openden het beroepenfeest. We zijn hier op het beroepenfeest van Regio Nijmegen On Stage, waar wij 1000 VMBO-leerlingen uit de regio in contact brengen met 250 beroepsbeoefenaren van allerlei verschillende sectoren. Met als doel om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken voor de doedag. Want over 2 weken gaan deze leerlingen bij die bedrijven meelopen om te kijken of zij dit beroep leuk vinden en misschien willen kiezen. Een heleboel kinderen die vinden school niet zo interessant, maar als je motivatie hebt om te studeren, namelijk ik wil graag in de zorg werken of ik wil keigraag ambulancebroeder worden of ik wil de techniek in, ik zeg maar wat, dan loop je harder. Dan ga je harder, beter studeren en dan heb je minder kans dat je uitvalt en dan heb je meer kans dat je een leuk leven tegemoet gaat. Nou ja, ik benijd deze jongens en meiden wel. Die staan op het punt dat zij nog kunnen kiezen. De hele wereld ligt aan hun voeten. Er is meer dan ooit behoefte aan VMBO-leerlingen, hè? Want dat is eigenlijk de ruggengraat van onze samenleving. Dus was het vroeger nog iets waarvan de ouders zeiden, VMBO, mijn kind heeft VMBO, jammer. En nu mag je hopen dat je kind VMBO heeft, want dat betekent dat zij uiteindelijk in een beroep terecht gaan komen waar ongelooflijk veel behoefte aan is. Ook voor de 100 bedrijven die aanwezig zijn, is het belangrijk om de leerlingen warm te maken voor hun beroep. En voor bedrijven is het belangrijk, omdat zij hun sector in de picture kunnen zetten. Er zijn veel sectoren met tekorten, veel beroepen die echt mensen nodig hebben. En die kunnen op deze manier al op jonge leeftijd in contact komen met leerlingen. Dus eigenlijk met hun aanstaande collega's. Er is een enorm tekort in bediening, in de horeca en in keukenpersoneel. En we vinden het ook gewoon een heel mooi concept dat jonge kinderen gewoon wat meer worden geholpen in hun hele zoeken van wat ze willen. Zelf wist ik het ook nooit en ik ben toen in de horeca terechtgekomen en het is gewoon zo'n mooi beroep om jezelf te leren kennen en verder te groeien. Wij vinden het belangrijk dat we leerlingen en kinderen al jong kennis laten maken met de techniek en daarbij ook de elektrotechniek. Zodat ze in de toekomst een goede keuze maken in het vak wat ze graag willen beoefenen. Toch hebben de meeste leerlingen al een idee welke sector ze in willen. Ja, zeker. Ik heb naar defensie gekeken. Ja, iets met sport. En iets met sport en in de bediening in een restaurant. Ministerie van Defensie. En waarom ministerie van Defensie? Omdat mijn vader het ook deed. Ook Van Gelder wist al vanaf de basisschool wat hij wilde worden. Toen kwam ik bij meester Cor van Geffen in de klas. En ik dacht, dat wil ik ook gaan doen. Wat meester Cor van Geffen doet, want dat was echt een topmeester. En vanaf dat moment was het voor mij duidelijk. Huisarts lijkt me nog steeds een heel erg mooi vak. Ja, het is alleen een hele lange studie.